Het is maart en je hoort vogeltjes op de achtergrond. In maart is weer de tijd dat we kunnen gaan zaaien. Heel veel kun je dan gaan zaaien, maar onder andere kun je de kosmos gaan zaaien. Kosmos heet ook wel Cosmea. En die heb je in ontzettend veel verschillende soorten. Dus zie daar maar eens uit te kiezen. Ik vind zelf de Beauty heel erg mooi. Die is gewoon mooi wit. De abrikotta is een favoriete met de zalmkleur. Xanthos is een zacht gele, een kleinere, lage soort. Ook heel geschikt voor in potten. Cupcake heb je nog. Je hebt allerlei mooie soorten. Dus ga vooral kijken wat jij mooi vindt en wat bij jou gaat passen. Want deze zomer, als ze gaan bloeien, zijn het echt perfect plukplanten. Het behoort namelijk tot de groep van cut and come again plant. En dat betekent eigenlijk dat hoe meer je plukt, knipt, hoe meer bloemen je steeds weer nieuw daarbij krijgt. Dus het is absoluut eentje die ik je kan adviseren om te gaan zaaien. En dat gaan we nu eerst lekker doen. Wat heb je nu allemaal nodig als je gaat zaaien? Dat zijn natuurlijk de zaden. Een watervaste stift. Labels. En ik heb hier al een zaaitray staan en die heb ik al gevuld met zaai- en stekgrond. De zaden van de Cosmos zien er zo uit. Het zijn een beetje kleine banaantjes eigenlijk. En de zaaitray staat klaar en ik doe altijd per cel zaai ik één zaadje. Dus ik begin vooraan en ik duw deze eigenlijk gewoon, ik prik ze gewoon eventjes in de aarde. En ik stop ze dan onder de grond. En dan pak ik het label die ik al geschreven heb en die zet ik vooraan. En zo ga ik de hele tray even vol zaaien. Nou, de zaden die zijn gezaaid. Dit is de tray. En hier heb ik een bak met water staan en daar zet ik ze dan in. Zodat het zich even helemaal goed vol kan zuigen. En dan na 20 minuten haal ik hem er weer uit. Na 20 minuten dan haal je uit de waterbak en zet je ze gewoon in een lege bak. En de ideale temperatuur voor de zaden om te ontkiemen, dat zit tussen de 18 en de 20 graden. Daar neem ik de tray mee in huis. En ik zet er ook een dekseltje op. Want die deksel zorgt voor een heel gelijkmatig klimaat en het droogt minder snel uit. Dus zo neem ik hem mee naar binnen en daar gaan de zaden ontkiemen. Zodra ze boven komen, dus de groene stipjes die hier boven de grond uitkomen, dan gaat het naar de koude kast. Want dan is het binnen eigenlijk wel wat aan de warme kant. En dan hebben ze te weinig licht. Dus dan gaan ze naar de koude kast. Veel plezier met zaaien.